Goedenavond. Hartelijk welkom bij de derde van drie avonden over de toekomst van de roman. Georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en de Bali. Mijn naam is Arjen Fortuyn. Ik werk voor NRC Handelsblad als recensent en nog het een en ander. En ik zal deze avond in een baan leiden, dan wel laten ontsporen. We gaan zo meteen luisteren naar Tommy Wieringa, Margriete Moor, Sebastiaan Kort en Simone van Saarloos, ieder in hun eigen rol. Maar daarvoor eerst nog dit. U wilt de toekomst van de roman? Ik vond de toekomst van de roman gisteren in de inbox van mijn mailprogramma. Daar las ik: als Iris na de geboorte van haar zoontje in de steek wordt gelaten door haar jeugdliefde, moet zij als alleenstaande moeder op zoek naar nieuw geluk in de competitieve televisiewereld. Samen met haar twee beste vriendinnen en een even aantrekkelijke als ongrijpbare hondenuitlater vindt Iris langzaam maar zeker haar evenwicht terug. Maar niet voordat ze heeft afgerekend met haar overspelige ex, een valse collega en een onwillige hond. Waarbij ook nog een lang begraven familiegeheim wordt ontrafeld. Ik dacht meteen, familiegeheim, begraven, hond. Ik zie een plotlijn. Of in een wat meer duidende context. Dit is een boek waarvoor geldt dat het is een scherpe page-turner over liefde, bedrog en seks, vol verrassende, gênante en humoristische ontwikkelingen. Dat stond in de Gratia, dus het moet haast wel waar zijn. Liefde, bedrog en seks. Verrassing, gêne en humor. Zoals die ook volop aanwezig zijn in een andere roman waarvan onlangs de lang verloren gewaande eerste flaptekst opdook. Als Emma na de geboorte van haar dochter weinig aandacht meer krijgt van haar man, laat zij zich meevoeren uit haar ingedutte provinciestad door een in moderne biologische landbouwtechnologie gespecialiseerde ingenieur, die haar introduceert in een wereld die zij nog niet kende. Samen met twee lokale middenstanders en een even aantrekkelijke als grijpbare jonge klerk weet zij langzaam maar zeker een royale verzameling waardevolle spullen om zich heen te verzamelen. Maar niet voordat ze heeft afgerekend met haar doodsaaie man, een valse plaatsgenoot en een opmerkelijke beenamputatie voor grote consternatie heeft gezorgd. Waarbij ook nog een lang verstopte medicijnkast een weinig frisse rol speelt. Zegt u het maar, tot welk boek zou u uw toevlucht nemen voor uw broodnodige portie liefde, bedrog en seks, verrassing, gêne en humor? Het zal hoe dan ook een boek zijn, want het boek is nog altijd de norm. Dat ontdekte ik toen ik dit weekend keek naar de diverse televisieverslagen van het Amsterdam Series Weekend. Een evenement waarbij ongeveer 3000 mensen naar de bioscoop gingen om daar op grote schermen een heleboel afleveringen van televisieseries samen te bekijken. Dat is een soort hype, omdat steeds meer mensen dvd-boxen aanschaffen met series zoals Borgen, Homeland en The West Wing. En in een van de televisieverslagen werd ook een deskundige opgevoerd die mocht vertellen waarom die series en die dvd-boxen nou zo'n kolossaal succes waren. En hij legde uit, nou, het mooie van zo'n dvd-box is, die kun je thuis in de kast zetten. En dan zie je zo zichtbaar welke serie het is. En als er dan bezoek komt dat dezelfde serie ook gezien heeft, dan kun je erover praten. Met de dvd-box is men er dus eindelijk in geslaagd om televisie, waarin digitale tijden natuurlijk geen mens meer naar kijkt, echt op een boek te laten lijken. Als iets waar je over kunt praten als je het hebt gelezen of als je er afdoende van weet om net te doen alsof je het hebt gelezen, dan wel hebt bekeken. Terug naar de twee flapteksten. Eén van de twee heeft u natuurlijk herkend als alles is zoals het zou moeten zijn,
het romandebuut van Daphne Dekkers. Een boek waarvan het naakte bestaan alleen al duidelijk maakt hoe groot de vitaliteit van het romangenre is. Want hoeveel succes je ook hebt in andere maatschappelijke geledingen, of het nou is als fotomodel, televisiester of wat dan ook, op een gegeven moment komt de dag waarvan je wist dat die zou aanbreken. Ik ga een roman schrijven. Waarom willen mensen dat? Om het geld? Om de status? Of toch uit een diep verlangen om een eigen wereld te creëren? Om iets te bedenken wat er nog niet was? Zoals dat Gustave Flaubert overkwam. En Daphne Dekkers. Al is het bij die laatste ook geen toeval. Want wie de Gratia goed leest, weet dat haar oudste dochter gedoopt werd met de naam Emma. Geen zorgen dus om de toekomst van de roman. Er zullen nog eindeloos veel mensen getroffen worden door datzelfde onstopbare verlangen om een roman te schrijven. En een enkeling daarvan zal waarschijnlijk ook daadwerkelijk een roman schrijven die het lezen waard is. Maar de vraag die daarmee nog niet beantwoord is, is hoe de toekomst van de roman daaruit zal zien. Al zijn er in de eerste twee bijeenkomsten van deze reeks al allerlei indicaties gegeven. Zo schetste Oek de Jong het veranderende leven van de schrijver in een tijd van oprukkende beeldcultuur. Het zette zijn schrijversleven totaal op zijn kop. Week na week werd hij na de lancering van Pier en Oceaan van het ene podium naar het andere gesleept om iedere keer weer in de spotlights te verklaren waarom hij zo'n teruggetrokken levende schrijver was die liever niet in het openbaar verscheen. Zijn werk veranderde amper, vertelde hij hier. Hij zei: wat mijzelf betreft zijn al deze veranderingen vooral buitenkantig. Sedert de seksuele revolutie en liberalisering van de samenleving liggen voor de romanschrijver de grootste mogelijkheden in de verkenning van intieme verhoudingen. Een onderwerp net zo oneindig als de kosmos. Ik ben daardoor steeds meer overtuigd geraakt van de enorme vitaliteit van het genre. In een van zijn aanstekelijke colleges over Russische literatuur schrijft Nabokov, hier citeert Oek de Jong dus Nabokov: de hele geschiedenis van de literaire fictie is als een evolutionair proces en kan worden beschouwd als het peilen van steeds dieper en diepere lagen van het menselijk leven. Dat, zei Oek de Jong, lijkt mij de sleutel tot de toekomst van de roman. En dat sloot aan bij de geschiedenis van de roman, zoals die door Milan Kundera werd geschetst, die ook door Oek de Jong uitgebreid werd aangehaald. Kundera schreef: één voor één hebben de romans op eigen wijze, met eigen logica, de verschillende aspecten van het bestaan ontdekt. Met Cervantes vraagt hij zich af wat het avontuur is. Met Samuel Richardson begint hij het geheime leven van de gevoelens te onthullen. Met Balzac ontdekt hij hoe de mens geworteld is in de geschiedenis. Met Flaubert ontdekt hij de tot dan toe incognita gebleven terra van het dagelijks bestaan. Met Tolstoj buigt hij zich over de tussenkomst van het irrationele in de beslissingen en het gedrag van de mens. Hij, de roman, doorvorst de tijd. Het ongrijpbare voorbije moment met Marcel Proust. Het ongrijpbare huidige moment met James Joyce. Hij onderzoekt met Thomas Mann de rol van mythen die afkomstig uit de oudste tijden ons onzichtbaar lijden op ons pad. Sinds het begin van de moderne tijd begeleidt de roman de mens voortdurend en trouw. Kundera is kennelijk het eerste handvat waar een schrijver naar grijpt als hij om de toekomst van de roman wordt gevraagd. Want ook Vonne van der Meer, de tweede spreker in deze serie, vroeg zich af met Kundera in de hand hoe lang de roman ons nog trouw zou begeleiden. Blijven we nog wel verzinnen of wordt de roman in de hoek gedrukt door wat zij noemde de terreur van echt gebeurd? Niet de roman heeft het moeilijk, zei Vonne van der Meer, maar de fictie, het verzonnen verhaal. Ik noem het de terreur van echt gebeurd. Het is een vorm van lees- en denkluiheid. Als we met toestemming van de schrijver kunnen vaststellen dat een verhaal echt gebeurd is, hoeven we verder niet na te denken over stijl en toon. Of hoe dit laatste boek past in de rest van het oeuvre van de schrijver. We hoeven verder geen moeite te doen om de wereld die we al lezend betreden te beschrijven.
Het is zo simpel als wat. Er is iets gebeurd in het leven van de schrijver, in zijn jeugd of later. En op een dag schreef je het op. Zo heet dat dan ook, opschrijven. Alsof er bij een vergadering notulen worden bijgehouden. Dat tijdens het schrijven het belangrijkste gebeurt, dat er als schrijvend een nieuwe, andere werkelijkheid ontstaat, die de waarheid misschien dichter benadert dan de na te trekken belevenissen, weet de geïnterviewde schrijver er nog net tussendoor te frommelen op televisie. Maar hij wordt overstemd. En hij laat het maar zo. Want hij wil geen spelbreker zijn. Of misschien is hij al lang blij dat zijn boek deze aandacht überhaupt krijgt. Ik noemde net al even de twee schrijvers die hier vanavond te gast zijn. In het panel zit dadelijk Margriete Moor, een auteur die pas relatief laat werd aangeraakt door het verlangen om romans te schrijven. Later nog dan Daphne Dekkers, maar ik beloof dat dat de laatste keer is dat ik die naam hier zal noemen. Maar ook een schrijver die met haar eerste roman, Eerst grijs, dan wit, dan blauw, dadelijk de ACO Literatuurprijs won. Deze lente publiceerde de Moor Melodie d'Amour. Ze zit straks in het panel met misschien niet, maar misschien ook wel de toekomst van de Nederlandse roman. Maar hoe dan ook met twee jonge critici. Simone van Saarloos van de Volkskrant en Sebastiaan Kort van NRC Handelsblad. Als één man de toekomst van de Nederlandse roman is, dan zou het haast Tommy Wieringa moeten zijn. Die toekomst begon 18 jaar geleden met de publicatie van de roman Door Mantiques Manco. Begin deze maand, want Wieringa is het op het moment tamelijk alomtegenwoordig in de literaire nieuwsverslaggeving, won hij de Libris Literatuurprijs met zijn vorig jaar verschenen roman Dit zijn de namen. Ik hoor u denken, een scherpe page-turner over liefde, bedrog en seks, vol verrassende, genante en humoristische ontwikkelingen. Maar dan heeft u waarschijnlijk het boek niet helemaal gelezen. Dit zijn de namen is ook de derde achtereenvolgende bestseller van Tommy Wieringa na Joe Speedboat en Caesarion. Hij werkt intussen aan een novelle, tenminste dat mogen we hopen, want volgend jaar schrijft hij het Boekenweekgeschenk. In een week die als thema reizen heeft. Dat thema kwam ook weer naar voren in De Grens, het televisieprogramma dat hij maakte voor de VPRO. Wellicht is Tommy Wieringa dus ook de toekomst van de Nederlandse televisie. Maar daar gaat het hier nu even niet om. Nu gaat het om de toekomst van de roman en om Tommy Wieringa. Dank u. Nou ja, de toekomst van de roman heeft tegenwoordig wel een leesbril nodig, dus het is al bijna te laat. Dank voor deze mooie introductie. Ik heb me de afgelopen dagen inderdaad over de roman gebogen, sorry. Zo. Ik heb een kindervirus. Dat komt met ongemak waarvan ik niet wist dat het bestond. En ik heb dat stuk genoemd Gok op de eeuwigheid. En boven elke pagina, het zijn er 8, staat langzaam, lente, rallentando. Want mijn vrouw, die niet onintelligent is, zei, ik begrijp het niet allemaal als je zo vlug leest. Dus ik ga langzaam lezen. Gok op de eeuwigheid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik zelden nadenk over het lot van de roman. Losse gedachten soms, flarden doortrokken van een vage zorg, maar nooit het diepe, borende nadenken dat je doet als je je iemands naam probeert te herinneren. Ik word afgeschrikt door polemieken over de tanende betekenis van de roman en de eisen die bij wijlen aan het genre worden gesteld. Straatrumoer, engagement. En ook door die andere woordsequentie die periodiek terugkeert in de intellectuele belangstelling. Het einde van de roman. Ook oude mannen die in de literaire bijlagen kankeren dat er sinds Kafka geen grote schrijvers meer zijn bijgekomen, passen in dat stramien. Andere disciplines zijn hiervan gevrijwaard. Over de zwanenzang van de opera of de dood van het sonnet hoor je nooit iemand. Het is altijd weer de roman die met een zekere ondergangswellust, ten grave wordt gedragen. Komt dat verlangen voort uit de immanente doodsdrift van de westerse beschaving, met de roman als een van de belangrijkste dragers van die beschaving?
Talloze ondergangen van talloze avondlanden zijn ons voorspeld door heethoofden met een gistende behoefte om de bestaande orde om te toveren tot een brandend bordeel. Dat beeld is van Émile Cioran. Het futuristisch manifest van Marinetti mag hiervoor als universeel model dienen. Hij schreef: wij verklaren dat de grootsheid van de wereld verrijkt is met een nieuwe schoonheid, die van de snelheid. Een raceauto, zijn motorkap versierd met dikke buizen als slangen met een explosieve adem. Een ronkende auto die als hij rijdt op een mitrailleur lijkt, is mooier dan de Nike van Samothrake. Einde citaat. Het zelfdestructieve verlangen naar een beeldenstorm, naar barbaren die de traditie vernietigen en er hun barbaarse praktijken voor in de plaats stellen. Cavafis schreef daarover, over het verlangen naar zulke barbaren. Op de dag dat de senatoren geen wetten meer geven en de oratoren geen toespraken meer houden. Want de barbaren houden niet van welsprekendheid en mooie redes. Maar de barbaren komen niet. En het volk bij de stadsmuur gaat tegen de avond naar huis. Teleurgesteld, want die mensen, die barbaren, waren tenminste een uitweg. Dat is het barbaarse verlangen, de misleidende gedachte dat de vernietiging van oude vormen automatisch nieuwe vormen tevoorschijn brengt. Of, anders gezegd, dat de toekomst begint met een misdaad. Daar bevindt zich nu volgens mij de roman. Tussen het gekanker van de oude mannen en de bloeddorst van jonge mannen in. Wanneer de betekenis van de roman in dit tijdsgevricht wordt gemarginaliseerd, gebeurt dat in wezen uit cultureel defaitisme en de hysterische occupatie met het nieuwe, die ademstoot van het futurisme. Ik beschouw zulke analyses als sportverslagen, afkomstig uit de arena van het vuistgevecht. Het gevecht van de eeuw, analoog versus digitaal, woord versus beeld. En de verliezer is altijd dezelfde, de roman, die oude bokser, uitgeput in de touwen, terwijl zijn jonge uitdager, die vitale ontlezer, met zijn wonderdieet van pixels en bytes, een regen van slagen op hem laat neerdalen. Maar nog altijd weigert hij door de knieën te gaan, die oude kampioen. Nog altijd wil hij er niet aan dat zijn tijd voorbij is. Ik heb niet zo'n zin om dit te relativeren of tegen te spreken. Ik wil proberen om me voor deze gelegenheid een toekomst voor te stellen zonder die goede oude roman die me al mijn leven lang begeleidt. Een opdracht die even eenvoudig als moeilijk is. Het gaat hier niet om het gewichtloze werk met dezelfde genre-aanduiding en hetzelfde ISBN-nummer, werk waar altijd vraag naar zal zijn, maar om de diepzinnige psychologische roman die autonoom kan bestaan, maar ook als verwijzing kan dienen voor wie daar gevoel voor heeft. Een wereld zonder die roman is voor mij even moeilijk in te beelden als een wereld zonder mezelf. Anderzijds, je hoeft maar aan het culturele leven van Egypte, Tunesië of Marokko te denken en je weet precies hoe een wereld zonder de roman eruit ziet. Dat is het beeld dat oprijst uit de steeds indringender lamentaties van cultuurmensen. De culturele woestijnvorming rukt op, de zandvingers kruipen al over de weg. We zullen zien. Laat ik eens een eindje meegaan in deze stemming om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Er zijn dingen zichtbaar waarin je voortekenen zou kunnen zien, bij een bepaald licht. Je kunt alleen nog niet bepalen of ze ver weg zijn of dichtbij. Ik praat soms over literatuur op scholen. Ik hoor dingen. Ze schrijven elkaar geen brieven meer. Ik herinner me de eerste keer dat ik dit hoorde, de schok. De brief speelt geen rol in ons leven. En de liefdesbrief dan, vraag ik. Hoe zeg je de dingen die alleen de liefdesbrief kan zeggen? Het papier, de envelop, de postzegel, het 17 keer verworpen en dan toch weer opgeschreven liefs. De liefdesbrief, de eerste metafoor. Je navel een ronde beker die geen drank ontbreekt. Je buik een hoop tarwe, rondom bezet met leliën. En je borsten, ach je borsten, tweelingen van een ree. Verbaasd keek je ernaar. Was haar navel zojuist echt veranderd in een beker?
haar borsten in reeën? En waarom beviel je dat zo goed? Geheimzinnige transsubstantiatie. Ze halen hun schouders op. Geen liefdesbrieven, meneer. Ze sturen elkaar symbolen en afkortingen. Ze leven in de wereld van het pictogram. En het dagboek wil ik weten. Een heel enkele keer steekt er een meisje haar hand op. Mijn radeloze liefde vloeit haar toe. Het meisje dat nog met één teen leeft in de wereld waarin ik geboren ben. De wereld van de pen, het papier, de verrukkelijke inspanning, het leven te herscheppen in woorden. De kopieerlust des dagelijkse levens. De brief, het dagboek, die voorbodes van de roman, de verkenners, Canaries in de mijn. Het toneel is door anderen ingenomen. Let op, dit is een stemming, geen analyse. En ook al helemaal geen voorspelling. Verbazing met sporen van droefheid. De droefheid van Jozef Rood toen hij zijn geliefde monarchie, gekapseist en gezonken, nog eenmaal tot leven wekte in Radetzky-mars. De roman die de tijd stilzet. Dat is wat hij altijd heeft gedaan. Een stok in het raderwerk van de tijd steken. Bewaren wat verloren dreigt te gaan. Of al verloren is. En het nog één moment laten oplichten. Kort, schitterend. Waarna alles ijzeren heinig zijn loop herneemt. De vooruitgang is per definitie onsentimenteel. De tijd zelf heeft haast. Blijf van mijn wereld af, wil ik roepen. Laat een paar dingen heel, zodat ik mijn kinderen nog de paden kan wijzen die Cervantes, Melville en Marquez uitsleten. Zodat ik mijn kleinkinderen nog kan laten zien waar ik liep voordat ik sterf. Maar de tanden van het raderwerk malen verder. Ze zullen alles vermorzelen. James Salter, zuiver en diepzinnig, wijdt in zijn laatste roman Alles wat is, 22 juni, bezige bij Amsterdam, een alinea aan de teloorgang van de roman. Hij schrijft: de kracht van de roman in de nationale cultuur was verzwakt. Dat was geleidelijk gegaan. Het was iets dat iedereen erkende en negeerde. Alles ging precies zoals altijd. Dat was het mooie ervan. De glorie was verbleekt, maar er doemden steeds weer nieuwe gezichten op die er deel van wilden uitmaken. Die in de uitgeverij wilden werken waar nog steeds iets elegants van uitging. Als van de prachtig gepoetste schoenen van een failliete man. Einde citaat. Ook hij gehoorzaamde aan die geheimzinnige reflex om de betekenis van de roman te marginaliseren. Maar hoe verzwakter het genre, hoe hartstochtelijker we verlangen naar de uitzondering, de exceptionele roman die alles goed zal maken, de grote roman die ons het leven in al zijn verschrikkelijke schoonheid zal laten zien en ons de mens toont in al zijn gedaante tussen engel en duivel. Achter de horizon zijn de schrijvers aan het werk. Ze schrijven aan de uitzondering die het gepantserde hart van de mensen zal openbreken en vervoeren. Het werk gaat altijd door. Een heel enkele keer lukt het, alle andere keren niet. In de literatuur moet veel volume worden geproduceerd om één enkel wonder mogelijk te maken. Het vraagt een groot leger om één Napoleon voor te brengen. Het geluk is, het is niet moeilijk om te beginnen. Iedereen kan meedoen. Een pen, Daphne Dekkers ook. Een pen, het papier, de hand die schrijft. In Newspeak, de instapeisen voor de roman zijn laag. Je hoeft er geen notenschrift voor te kennen of lichamelijke oefeningen voor te doen. Dat is een geweldig materieel voordeel. Investeringen zijn niet nodig. Je hoeft niet eens met het energienet verbonden te zijn. Daarom dat de literatuur zich zo goed leent voor subversiviteit en het ondergrondse. Een stimulerende gedachte. Er zijn er meer, merk ik. Mijn eigen materiële evolutie verliep van een potlood naar een balpen en toen een vulpen. Er volgde een blauwe Brother typemachine die van mijn ouders was geweest met een uitgedroogd lint. Bijna doorschijnend verschenen de woorden op papier. Ik tikte gedichten en verhalen. Ik was schrijver. Zo zag het eruit. Dus waarom zou het niet zo zijn? Daarna werkte ik een tijdje op een computer, maar niet lang. Ik keerde terug naar het begin en schreef 3 romans met een waterman vulpen, met 1 en hetzelfde kroontje.
Toen ik ermee naar de winkel ging in de Kalverstraat, omdat ze niet zo lekker meer schreef, zei de verkoopster: feitelijk is er geen sprake meer van een penpunt, helaas. Het vermoedelijke einde zal zijn zoals het ooit begon. Hardgebakken grafiet en klei met een cederhouten omhulsel. Het potlood, duurzaam en vloeiend. De verrukkelijke geur van het slijpsel brengt me terug naar de oudste tekens, het allervroegste schrijven, de overgetrokken handen, de ruimteschepen, de paddenstoelen, iedereen zijn eigen lasco aan de binnenkant van zijn hoofd. Onder het lemma potlood vinden we op Wikipedia: een potlood laat zich uitstekend gebruiken in alle standen en op vele ondergronden. De eigenschappen zijn goedkoop, uitgumbaar, in diverse kleuren verkrijgbaar, eenvoudig aan te scherpen met puntenslijper of mes en bovendien kindvriendelijk. Ook een liefhebber, ongetwijfeld. Het materiële voordeel van schrijven ten opzichte van andere kunstvormen is dus evident. Maar om vervolgens te kunnen schrijven is niet alleen talent nodig, maar ook veel achtergrond, een geschiedenis, een verhaal, een ontwikkeling. Heel veel andere boeken ook. Het fundament van alles. Al leven veel beginnende schrijvers in de illusie dat ze die stap kunnen overslaan. Altijd weer zijn er jonge mensen, zoals ook in de inleiding gezegd, die hun leven beginnen na te vertellen op papier. Want de picturale behoeften van de psyche zijn onuitroeibaar. Het begin is gemakkelijk. Het is maar goed dat je dan nog niet weet dat het daarna pas echt begint. Een leven van heel veel uithoudingsvermogen, van wanhoop en euforie. Maar de grootste daarvan is het uithoudingsvermogen. Iedereen kan schrijven, maar niet iedereen is een schrijver. Zowel het lezen als het schrijven van romans behoort tot het terrein van de geestelijke duursport. Er is geen andere kunstvorm die meer van het uithoudingsvermogen vergt. Dat is zijn kracht die hem tegelijkertijd kwetsbaar maakt. De roman bestaat bij de gratie van mensen die de moeite kunnen en willen nemen om hem te lezen en te doorgronden. Mogelijk dat er minder en minder mensen te vinden zijn die zich die inspanning willen getroosten, geprikkeld als ze worden door de 10.000 dingen. Je ziet het voor je, hoe de roman uit de tijd kan vallen. Ik denk aan de laatste lezer die de roman in al zijn wijsheid en zijn rijkwijde kan omvatten, hoe die lezer in slaap sukkelt in zijn stoel en hoe het boek op de grond glijdt en niet meer wordt opgeraapt. Zo sterft de roman. Zoals een oude god sterft wanneer de laatste gelovige ophoudt aan hem te denken. Zo verdwijnt ook een bepaald soort gevoeligheid voor stijl, syntaxis en menselijke verhoudingen. Iets dat alleen de roman kan bezitten vanwege zijn duur en zijn diepte. Kwaliteiten waar alleen hij in die mate om vraagt. De sensibiliteit van Coetzee, Sebald en Salter. Met hun zintuigen van hazen en reeën. Ik opperde dat alleen de roman de duur bezit die de langdurige, effectieve identificatie mogelijk maakt. Misschien bestaat de uitzondering in de televisieseries die vandaag de dag worden geproduceerd. Intelligente, rijk gelaagde vertellingen die de altijd hongerende geest voeden. In NRC Handelsblad vorige week zei een kijker: ik ben eigenlijk meer een lezer dan een seriekijker. Maar ik begrijp wel dat mensen tegenwoordig meer series kijken in plaats van een boek te lezen. Het is een vorm van escapisme. Bij Deadwood word je bijvoorbeeld helemaal in een andere wereld gezogen. Dan zit je ineens ergens in Amerika, in het wilde westen van de 19e eeuw. Dat is fijn. Je overstijgt even je eigen kleine wereld en komt terecht in een heel ander, fantastisch universum. Let op dat hier een visuele ervaring wordt beschreven en geen psychodrug. Maar wat veroudert film vlug, merkte ik onlangs toen ik een aflevering terugkeek van een in Nederland zo belangrijke serie als Floris. En ook een film als Jesus Christ Superstar, die zo'n verpletterende indruk op me maakte toen ik jong was. Prehistorie, knots en beestenvel. Vanwege de nog jonge leeftijd van de cinema valt nog niet te zeggen hoe belangrijke films de tijd zullen doorstaan. Maar het lijkt er vooralsnog op dat de houdbaarheid van cinema beperkt is. In de krant kun je lezen hoe jongeren buiten hun schuld in de richting van de beeldcultuur worden gedreven.
Docent Martin Slachter schrijft in de Volkskrant van 22 maart 2012... dat jongeren nauwelijks boeken of kranten lezen is voor velen van hen geen vrije keus. Het ontbreekt ze eenvoudig aan de vaardigheid om een literaire tekst of een journalistiek artikel op elementair niveau te begrijpen. Om goed te leren lezen is geconcentreerde aandacht en discipline nodig. Er zijn maar weinig jongeren die dat uit zichzelf opbrengen. Het probleem van de schrijfvaardigheid van Nederlandse jongeren zit hem helaas niet alleen in D- en DT-fouten, maar raakt aan de taal zelf en het verdwijnende vermogen om zich schriftelijk, correct en begrijpelijk uit te drukken. Goede boeken lezen is de meest effectieve manier om zelfstandig je schriftelijke taalvaardigheid te verbeteren, maar daarvoor moet je dus wel kunnen lezen. Zo, einde citaat trouwens, zo valt de roman uit de tijd. Niet omdat mensen niet meer willen, maar niet meer kunnen lezen. Hoe ik ook mijn best doe, deze gedachten willen me maar niet echt verontrusten. Misschien omdat ik me geen zorgen wil maken, omdat het feest altijd moet doorgaan, de glanzend gepoetste schoenen van een failliete man. Maar toch ook zeker omdat ik een diep, bijna schreef ik heilig in de zin van onberedeneerbaar, een diep geloof heb in de kracht en de overlevingskunst van de roman. Ook zonder groot publiek. De roman zal het schouder ophalen en het geeuwen, al die kwetsende uitbeeldingen van het woord saai, overleven. Stoïcijns en onuitroeibaar als het mos dat honderden jaren overleeft onder gletsjereis of, om in het jargon van cultuurpessimisten te blijven, woestijnzand. Dat is mijn gok op de eeuwigheid. De roman die zo even van de schoot van de laatste lezer op de grond viel en niet meer werd opgeraapt, verscheen voor het eerst in 1851. En al meer dan 150 jaar stijgt er een machtig vloeken en tieren uit op van een kapitein die met zijn walvisjager de wereldzeeën bevaart. De tijden zijn veranderd, alleen Japanners jagen nog op walvis en zelfs zij binnenkort niet meer. Maar al die tijd jaagt Ahab achter zijn witte walvis aan. En als wij over zijn ziekelijke obsessie lezen, is het of we door een fris gewassen raam naar buiten kijken. In de betoverde tuin van de literatuur waar een eeuw maar een dag lijkt. De grote roman staat midden in zijn tijd, maar lijkt buiten tijd en ruimte om geschreven te zijn. En omdat hij zijn wereld afbeeldt in taal en niet in pixels, maakt hij kans op de eeuwigheid. De eeuwigheid kan bestaan omdat de roman iets fundamenteel anders aanraakt dan de disciplines van het beeld. Hij vraagt een andere, grotere inzet van de menselijke verbeelding, die oneindige krachtbron die zich voedt met het halffabrikaat van woorden en zinnen en er vervolgens zijn eigen geuren en kleuren aan toevoegt en zijn eigen ervaring en sensibiliteit, om zo tot een diepere, betekenisvollere ervaring te komen. De langdurige identificatie van de lezer met de lotgevallen van Ismaël, Kwikkwak en Ahab maakt dat zij even reëel zijn als historische figuren. Zij hebben net zo goed bestaan als Billy the Kid, Haile Selassie of Baldur van Schirach. Dat is de indringende kennismaking die de roman aanbiedt. De opdracht om kennis te nemen van het leven van de ander en zich ermee te verbinden, dat humanistische grondbeginsel. Zo ver gaat soms die identificatie dat ik een levendige jeugdherinnering bezit aan een vriend die een stuk uit het oor van een valse hond beet. Maar toen ik me probeerde te herinneren wie dat ook alweer was, realiseerde ik me dat het Garp was die dat had gedaan uit de gelijknamige roman van John Irving. Andere wereld, vriend. De literatuur doet dat. De roman biedt je ondubbelzinnig aan om je wereld te vergroten. 16, 17 jaar oud was ik toen ik James Baldwin las, een verfijnde homoseksueel die gepassioneerd en expliciet schreef over interraciale en gelijkslachtige seksualiteit in een metropool aan de overkant van de oceaan. Verder en vreemder kon een leven niet zijn voor mij, een Twentse provinciaal, maar ik had alles gezien en gevoeld. De roman spint ons met duizenden draden in andere werelden, andere tijden, andere gedachten en andere daden.
en veranderd door al die ontmoetingen de wereld om ons heen. Tot we Zhuang Zhu zijn die droomt dat hij een vlinder is, of een vlinder die droomt dat hij Zhuang Zhu is. Dat is de waarheid en de kracht van de roman. Dank u, vrienden. Goed. Tommy, als jij aan het hoofd van de tafel gaat zitten, wil ik nu graag ook Margriet de Moor en Simone van Saarloos en Sebastian Kort vragen om daar aan te schuiven in de wereld van de uitgetelde boksers met het kolossale uithoudingsvermogen. Wil je niet aan het hoofd? Nee, prima. Tussen jullie. Oké. Okay. Wil jij niet een stoel? Ja, ik pak wel even een stoel. Margriet, ja? Om met jou te beginnen. Ja? Voel jij ook een oude bokser? Nou, dat is nou heel grappig dat je daarmee begint, want dat is precies wat mij in mijn hoofd kwam toen Tommy over die bokser begon. Ik ben het in heel veel dingen met Tommy eens. Dat potloodje bijvoorbeeld, dat zegt mij ook heel veel. De pen zegt mij heel veel, maar die bokser, nee. Volgens mij hangt er helemaal geen oude bokser in de touwen. De roman is naar mijn idee een jonge bokser. En de roman is een vrij nieuwe vorm, is een hele jonge vorm. Als je kijkt naar de andere kunsten, je kijkt naar de muziek, je kijkt naar de beeldende kunst. En voilà, de roman, laten we zeggen de Europese roman, begint zo eind 1600, 16e eeuw. Dat is niks vergeleken met de opera, met het theater. We spreken toch ook niet over de dood van de opera, van het theater. Dus ik meen dat de roman een jonge vorm is. En die al zijn mogelijkheden nog in zich heeft. En wanneer ik kijk naar het moment waarop ik zelf de roman instapte als schrijfster, viel mij dat, je denkt daar niet over na als je begint, maar ik weet dat het me aldoor is opgevallen van het begin af aan. Want mijn vorming, mijn beelding is de muziek. En ik zat op het conservatorium in Den Haag en dat was het meest avant-gardistisch conservatorium eigenlijk van West-Europa in die tijd. En mijn stem was een hoge sopraan, zeer strak, en dat was voor de moderne muziek zeer geschikt. Ik ben afgestudeerd met Boulez. Kijk, als je dan naar de roman kijkt, als je dan kijkt naar een roman van Hermans of een roman van Marquez of een roman van Philip Roth, dan kan je die romans nog heel gemakkelijk verbinden met Dostojevski, met Balzac, met Dickens. Er is nog een rechte lijn. Maar een stuk van Boulez, dat heeft niet veel meer met Brahms te maken. Dus het is mij direct opgevallen dat ik dacht, de roman komt pas kijken. En dat had voor mij zelfs iets goeiers. Ik zie de roman als een trage kunst. Als een goedmoedige, trage kunst die totaal geen haast heeft. En dat heeft te maken met het materiaal van die kunst. Maar heeft uit het feit dat een kunstvorm of iets, of een bokser net komt kijken, daar volgt niet automatisch uit dat die ook nog een lange en glanzende carrière tegemoet gaat. Oh, nou ja. Dat kan toch gewoon een... Maar daar kan ik met gemak nog over doorpraten, want ik vermoed dus dat die roman inderdaad nog een zeer lange carrière voor zich heeft. Wat ook logisch is als, naar mijn idee, die roman nog maar net is begonnen. Maar als nou de Tommy schetst een beeld van verdwijnende lezers, jongeren die niet meer kunnen lezen, niet meer willen lezen. De roman is niet afhankelijk van het massapubliek, hè? Nee, maar toch wel van mensen die ze lezen. Juist. Kijk, ik vermoed dat Tommy en ik meer publiek hebben dan Dante in de tijd. Het is toch eigenaardig om je dat te bedenken. De meeste werken hebben geen massapubliek nodig. En ik ben net zo idealistisch over de roman als Tommy. Dus ik denk dat die gewoon niet weg te krijgen is. Als nu, laten we zeggen, het lezerspubliek, nou moet ik bekennen dat ik een schrijver ben die nooit aan de lezer denkt. Laat staan aan het lezerspubliek. Dat ik, toch toestroomt. Ja, en misschien juist omdat ik van nature een verslaafde lezer ben. En ik op mijn beurt heb als lezer eigenlijk nooit aan de schrijver gedacht. Ik dacht aan de personages.
En vandaag de dag wordt het zoeklicht en het lamplicht, wordt het spotlicht, wordt enorm op de schrijver gericht. Terwijl ik denk, de echte lezer, die is niet met die schrijver bezig. Dus Dat je eigenlijk de Tommy een beetje een oude pessimist vindt in zijn stemming. Nee, helemaal niet. Idealistische pessimist. Want ik beluister uit wat jij zei helemaal niet dat je denkt het gaat slecht met de roman. Nee, toch? Nee, dat beluister ik. Is het niet zo dat het wel belangrijk is dat de roman denkt dat het slecht met zichzelf gaat? Omdat ik moest denken toen Tommy had over de laatste lezer. Ik heb net Dit zijn de namen gelezen en daarin is een laatste Jood. En er is een laatste overlever. En ik neem aan dat iedereen het gelezen heeft, maar de laatste Jood is dan Pontus Beck of Pech. En in het feit dat hij denkt, of dat is eigenlijk de rabbijn die dan overblijft, maar in het feit dat Pontus Beck denkt dat de laatste Jood is, komt er eigenlijk een soort drijfkracht dat hij denkt van, nou ja, ik moet dus mijn jodendom omarmen en dat verder nemen. Dus juist vanuit het besef van de laatste, ik ben de laatste en er is dus ook een jongen in Dit zijn de namen en die denkt van, ja, ik ga dit overleven, ik zal de laatste zijn die dit overleeft. Daaruit komt een bepaald soort uitverkoren illusie. Dus de illusie van uitverkorenheid en die zorgt er uiteindelijk weer voor dat er weer iets groots gebeurt, dus dat het doorgaan is. En dat het, dus ik denk dan bijna van, als ik Tommy hoor praten over de laatste lezer, dan denk ik dat het verkondigen van de laatste lezer heel belangrijk is, ook al is het misschien niet waar, maar alleen bij het verkondigen van de laatste lezer zijn er weer nieuwe lezers. Voel jij je uitverkoren, Tommy? Of wentel je in die illusie? Ik zou heel graag de laatste lezer zijn en in slaap sukkelen en nee, dus ik snap heel goed. Maar dat brengt dus ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is wat we hier doen. We leggen verantwoording af omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de roman. Daarom is deze serie in het leven geroepen, denk ik. En de analogie met mijn boek is grappig, omdat daar zit ook die verantwoordelijkheid in. We moeten dit verder dragen, de toekomst in. En wat ik inderdaad ook probeerde, en ik heb heel veel pessimisten gelezen de afgelopen jaren. En geweldige stilisten zijn het over het algemeen. Die zijn veel beter dan mensen die optimistisch zijn gestemd. Geef mij maar Cioran, daar word ik echt gelukkig van. Jij wel. Ja, ik word daar echt. Ik zie alles, het depressieve gelijk. Ik snap het, maar ik kan er gelukkig met mijn chemie is daar niet voor gemaakt. Maar ik snap wel alles wat ze schrijven en ook wat ze bedoelen. Als Cioran bijvoorbeeld schrijft. Het eerste wat ik heb gelezen van Cioran heb ik altijd onthouden. In de dierentuin. Alle beesten houden hun gemak, behalve de apen. Je voelt dat de mens niet ver is. Dat word ik zo gelukkig. Ja, dat is heel goed. Ja. Dus die stilisten die zijn fantastisch. Maar ik voel dus wel die verantwoordelijkheid. En dat is ook de enige reden dat ik een opdracht als deze heb aangenomen. Want ik heb verder natuurlijk het land aan dit soort. Het is heel veel werk, zoiets. Dus het scheelt weer een halve roman. Maar ja. Het lijkt me wel heel zwaar dat jij je verantwoordelijkheid voelt voor het genre van de roman. Het lijkt me heel hoog gegrepen. Ja, maar ik voel me niet zozeer vooral. Maar daarom ga ik wel naar scholen toe. En, om daar iets te vertellen, dat is wel uit een gevoel van een soort bildungsideaal. Maar als je je niet verantwoordelijk voelt voor de roman, dan voel je je toch verantwoordelijk voor het boek dat je schrijft. Ja, nou en of. En ja, natuurlijk, je kunt in je eigen werk ben je altijd de beste vertegenwoordiger van dat genre, maar er is natuurlijk wel iets meer aan de hand en dat is dat wat ik in het stuk ook aanraak, dat het vermogen om een tekst in zijn volheid te kunnen begrijpen en te smaken, als dat verloren gaat, als die gevoeligheid verloren gaat, en daar lijkt het een beetje op, omdat er geen dwang meer is en elke cultuur komt met een zekere dwang, dan is er wel iets ernstigs aan de hand. En dat vind ik toch wel. Ik bedoel, dat betekent niet, de laatste lezer bestaat niet, maar dat er een heel cohort opgroeit, dat of niet met die roman opgroeit, ja. Dat is wel zeker. Zoals je zei, tussen het gekanker van de oude mannen en de bloeddorst van de jonge mannen. Sebastian, in dat spectrum, waar voel jij je zo ongeveer als iemand die, zeg maar, probeert.
Ik denk dat het is een hele moeilijke vraag, omdat überhaupt de roman zich heel moeilijk laat definiëren. En daardoor weet je eigenlijk niet waarover je praat wanneer je het hebt over de toekomst van de roman. Dus ik denk dat de inhoud van de roman gewoon altijd aan verandering onderhevig is. En dat het daarom, daarin zijn grote overlevingskans zit. En ja. Maar je kunt ook zeggen dat op een gegeven moment, als het, ik zou nooit meer Daphne Dekkers zeggen, maar stel dat het genre toch gekaapt wordt door zij die niet genoemd mag worden, dat het dan wel ineens heel oninteressant zou kunnen gaan worden. Ja, maar dat is al, volgens mij is dat al lang aan de hand. Gebeurt dat al? En altijd, altijd. Ja, ja. Ik ben het wel eens met je, erg eens met wat je zegt. Wat is nou precies een roman? Het is zo'n breed genre. Als Vonne van der Meer, als ik het goed heb begrepen wat je net vertelde, dat zij het een nadeel vindt als iets echt gebeurd is. En dat wordt dan vervolgens een boek. Dat vind ik echt eerlijk gezegd nonsens. Want dan zou je ook wel alle zelfportretten in de schilderkunst kunnen afschaffen. Het gaat toch niet om de gebeurtenis al of nee, niet uit het eigen leven. Om Vonne van der Meer even te verdedigen. Wat zij vooral zei was dat er zoveel romans zijn die vervolgens die dingen beschrijven die echt gebeurd zijn. En vervolgens op de televisie, wat het medium is om veel mensen tegelijk te bereiken, wordt de auteur gevraagd van, goh, is het allemaal echt gebeurd? En de auteur zegt, ja inderdaad, het is echt gebeurd. En daarna beweegt het hele gesprek zich weg van waar het vermoedelijk toch eigenlijk in die roman om gaat, namelijk hoe het is opgeschreven en hoe het verbeeld is. Ja, maar dus zelfs al is het echt gebeurd, gaat het dus daarom. Dus ik vind het niet zo'n argument. Maar gaat het niet in zekere zin ook om de discrepantie die bestaat tussen de werkelijkheid en wat geschreven is, dat je daarin je beweegt? Dus dat er een soort moeite gedaan wordt om dat wat geschreven staat je eigen te maken. En op het moment dat het gepresenteerd wordt als waar gebeurt, wat volgens mij nu, wat Vonne volgens mij wel gelijk heeft, is dat het is een marketing truc. Als het waar gebeurt is, dan is er meer kans dat het goed verkoopt. En volgens mij heeft dat wel degelijk met in ieder geval de implicatie van gemakkelijkheid te maken. Namelijk dat het dus één op één met de werkelijkheid staat. Dus dat er niet een discrepantie is die overbrugd moet worden door de lezer zelf. En volgens mij raakt dat wel weer aan wat Tommy zei over dat escapisme. Waarbij je eigenlijk samenvalt met datgene wat je ziet of bekijkt of leest. Dat is op zich prima, maar daarin is dus niet een verworvenheid of daar is geen lezer die daarin actief is. En ik denk wel dat de activiteit van de lezer uiteindelijk is wat literatuur toch belangrijk maakt. En het ook in de samenleving wel degelijk. En dan kom je bijna op een ethisch aspect en dat gaat misschien wat ver, maar ik denk toch dat het het lezen en het stimuleren van de verbeelding die dus bestaat bij bij de gratie van die discrepantie, dat die oefening wel degelijk effect heeft op de maatschappij. En dus dat het ook effect heeft, omdat het effect heeft op de individuen en een de verrijking. De roman moet betere mensen maken. Ja. Nou ja, de roman die moet twijfel zaaien bij de lezer. En hij hoeft niet meteen te. Daar heb ik altijd zo'n moeite mee als het over literatuur gaat, dat er meteen romans of schrijvers omarmd worden. De lezer moet voor mij worstelen met de schrijver. En uiteindelijk niet eens te zeggen, dit is mijn soort van eigen kanon en dit zijn de grote schrijvers die er toe doen. Hij moet worstelen met mensen die er toe doen en daaruit zijn eigen denkbeelden halen. Ik denk dat dat de voornaamste. Ja, niet taak van literatuur, want zo wordt natuurlijk, zo wordt literatuur. Mag je nooit zeggen. Die wordt daarvoor niet geschreven. Alleen zo functioneert het, denk ik. En het moet geen dood geheel worden. Dat zie je als er een angst in de cultuur zit, dat mensen zich juist heel erg veel zorgen maken over, nou ja, bijvoorbeeld de toekomst van de roman. En niemand leest meer Kafka of niemand leest die meer. Van mij pas zijn er ook goede redenen te verzinnen om volledig gecanoniseerde schrijvers niet meer of niet te lezen. Dat kan ook. Alleen dat hoort allemaal bij dat leesproces. Het is geen vaststaand iets.
Maar goed, is dat jouw doel om de lezer een beetje te verwarren? Nee, of totaal flink niet. Het klinkt, ook allemaal, het klinkt bij mij ook allemaal op het moment een beetje te verheven. De roman moet dit, de roman moet dat. En het ook vooral de lezer moet een beter mens worden en zo. Er zijn fantastische romans en die verheffen absoluut niet. Hè. Ik denk aan Céline. En daar zijn schrijvers die. Maar Céline brengt je toch wel in de war? Ik wou net zeggen. Ja, nee, maar daar zit toch niks in van dat daar een tendens in zit die een goede verheven boodschap brengt. Nee, totaal niet. Nee, maar niet letterlijk één op één. Alleen door Céline te lezen kom je er misschien wel achter wat bijvoorbeeld een term als lafheid inhoudt. Natuurlijk. Als je, zoiets bedoel ja. ik. Ik bedoel, hij hoeft dat dus niet aan te onderwijzen. Ja. Maar de vraag was of ik als lezer ik iets met die lezer wou. Hè? Nee, ik heb alleen tijdens het schrijven wat met het boek te maken. En dat is een van de bijzonder mooie dingen van deze kunst, heb ik gemerkt. De intimiteit. En die intimiteit geldt voor jou als schrijver, mij als schrijver, is mij zeer opgevallen. Want als zangeres had ik een enorme podiumangst en ik was bang voor het publiek. En toen dacht ik al wel eens, wat moet het fijn zijn om bijvoorbeeld in de stilte van je atelier in je eentje aan een schilderij te werken. Of om achter de gordijnen te zingen. En nog nooit dacht ik toen aan de schrijftafel. En nu merk ik dus de intimiteit, en Tommy zal het zeker ook weten, je bent op dat moment volkomen afgesloten van het publiek. Van, je bent met die personages en met het boek bezig. Wat ten tweede iets heel belangrijks is van de van deze intimiteit van het boek, dat is dat geldt voor de lezer. In een tijd waarin alles massaal moet zijn, alle evenementen zijn massaal, massaproducties. Van het Rijksmuseum, dan lees je het, je is zo prachtig gerestaureerd. En in één adem lees je, zijn 30.000 bezoekers op een dag geweest, ik weet niet wat. Dat hele massale is een argument. En ik denk dat van alle kunsten dus, beeldende kunst, muziek, wat dan ook, is de roman. Of de, en dat gaat eigenlijk voor de hele literatuur, gedichten ook. De enige kunst van de intimiteit, een één-op-één ervaring. Maar er zit toch ook nog in, er zit nog wel een zekere massaliteit in, waarop op dit moment sommige boeken ineens als het door goed honderdduizenden is, mensen gekocht worden. Ja, maar als het goed is. Nee, ja, maar die intimiteit blijft dezelfde. Ja, het maakt niet uit hoeveel vliegen er op die mesthoop zitten. Precies. Het is nog steeds die. Iedere vlieg steekt zijn neus in het eigen stuk. Het is jouw boek. Hè? Op het moment dat jij Sioran leest, is Sioran van jou, van niemand anders. Ja, nee, maar dat is ook dat echt zo. Ik merk ook dat als ik het vaak heb over Isaac Babel, dat mensen geïrriteerd raken. Wat denkt hij, wil hij echt? Ja, want hij is ook van mij. Hij is ook van mij. En dat is een enorme ergernis. En ik begrijp dat heel goed. Ik ook, en je trekt je daar natuurlijk niks van aan, want je wil hem wel voor jezelf houden. Nee, hij is van mij. Ja. Maar heb je ik heb dat ook. Heb je ook zo weinig gedachten over de lezer? Nou, ik zat net te denken dat het eigenlijk wel jammer, dat het toch jammer is dat die roman dat stichtingsideaal verloren is. En dat, ik vind het eigenlijk wel een te gekke gedachte dat je met een roman echt iets probeert. En dat je niet zozeer aan die lezer denkt, maar wel hoopt dat hij iets gaat begrijpen van hetgeen je te vertellen hebt. En dat betekent niet dat het een exposé moet worden van alles wat je weet en alles wat je over iets denkt. Het moet nog steeds binnen de wetten van het verhaal. Want daar gaat het altijd om. Als het aan die wetten gehoorzaamt, kan het. Maar daarbinnen, ja, vind ik dat je toch een soort toch zou mogen verheffen. En ik geloof dat ik dat heel stiekem toch ook doe. Maar als je dit zijn de namen begon, had je het idee van, ja, zat je alleen maar aan het verhaal te denken of gaat nou, er zit een verhaallijn in. Had je ook expliciete gedachten over? Het moet niet over mijn boek zo gaan, maar wel dat een verhaallijn waar ik aan moest denken in dat boek is die direct reflecteert op de Exodus. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben dat het expliciet is. En ik wilde dat juist, heel bewust, ik wilde daarop kunnen reflecteren. En dat is, in de roman moet alles zoveel mogelijk verborgen zijn. Er moet zo diep mogelijk weggestoken zijn om de lezer niet te vermoeien met je plannetjes. Maar ik heb dat nou juist, ik heb die constructie nou juist helemaal aan de oppervlakte gelaten. Omdat daar kun je iets aardigs uit leren. Je kunt iets aardigs leren over die Exodus en hoe dat in zijn werk ging en hoe het Jodendom ontstond in de woestijn en hoe het daarvoor een groep was, maar nog niet verbonden door een bindend geloof.
En dat dat allemaal in de woestijn ontstaan is. Ja, dat zijn, vind ik, te gekke reflecties. En daar mag je de meeste lezers weten dat niet. Dus als je dat goed opschrijft, kun je dat heel goed doen, denk ik. Simone, lees je romans ook om op zo'n manier te leren? Nou ja, ik zit opeens te denken dat ik heel hard wil roepen, er is wel een toekomst voor de roman. Heel goed. En ook op stichtelijke wijze. Omdat ik, als je nu zegt van het verborgene, dan denk ik, ik zat net toen jij vertelde over volume en dat er zoveel volume is, hè, er zijn zoveel romans en er komen altijd uitzonderingen naar boven. En dat de instapseisen zo laag zijn. En ik las laatst een essay en dat ging over verspilling. Dat je je vrij voelt als je verspilt. Want als je verspilt, dan heb je blijkbaar dingen niet nodig. Dus dan bewijs je een soort van je autonomie. En ik dacht opeens, ja, we zijn eigenlijk voortdurend bezig met het tonen van onze verspilling. Dus ook op Twitter en Facebook. En ik heb er helemaal niks tegen, hoor. Maar dat je voortdurend eigenlijk alles wat er in je opkomt direct naar buiten gooit. Maar ook verspilling in de zin dat je merkkleding draagt en dus laat zien van, hey, kijk eens, ik geef uit. En die zichtbaarheid, de roman staat daar tegenover. Want als je het over het verborgene hebt, er is een heleboel verspilling. Want als je in je kamertje zit te schrijven, dan schrijf je zoveel meer van wat er uiteindelijk onder de ogen van die lezer komt. En ik denk, misschien is daarin wel de toekomst van een roman. Dat, dit zeg ik nu, dus pin me er niet op vast. Nee, dat is, dat is een brainstorm. Dat geeft niks. In die verspilling, dat het terugkeert naar een verspilling die het verborgene koestert. Dus een soort verborgen verspilling of een verspilling in de schaarste. Als dat niet heel paradoxaal klinkt. Dus ik denk in die zin gerelateerd aan de tijd dat ik de roman wel als iets leerzaams lees, sowieso het verhaal, maar ook de oefening van het lezen zelf. Wat Tommy ook al aangaf, is gewoon dat je gaat zitten en dus een paar uur moet uittrekken en daar ook moeite voor blijft doen. Dat het zich niet aan je openbaart, dus niet voortdurend in je gezicht werpt, maar dat je ook iets open moet slaan, heel letterlijk. Mm-hmm. En dat je je daar steeds weer aan committeert. Alleen dat al vind ik toch, ja, er zit toch een stichtelijk iets in. Maar dan weet ik niet of dat dan inderdaad de stichtelijkheid van een roman zelf is. Hè? Dus dan, ik vind niet dat je moet gaan schrijven, of ik vind het niet, maar ik weet niet of je inderdaad moet gaan schrijven met een soort van, nou, als ik het zomaar doe, dan moet ik de lezer heel hard committeren en dan maak ik de wereld beter. Ja, ik ben het wel met je eens, maar zie alleen, het woord stichtelijk is een beetje lastig woord natuurlijk. Ik zie dat toch veel uitgebreider. Een roman lees je, mij kost een roman lezen geen enkele moeite, heeft het ook nooit gedaan. Hè. Een echte lezer die verliest zich daarin. En die vind je dus in de eerste plaats mooi. Hè. Dat is een beetje het onhandig woord dat wij überhaupt gebruiken voor kunst. Wat al betekent dat het zich in een ander gebied bevindt waarvoor wij de normale woorden niet hebben. Wij vinden bijvoorbeeld zelfs een schilderij van Goya, waarin je de executie ziet van een paar soldaten door een peloton van Napoleon. Hè. Dat heet 1803 mei. Zo'n schilderij vindt, ja, prachtig, we zeggen mooi. Zelfs mooi. Terwijl het dus eigenlijk een heel verschrikkelijk schilderij is. Dus je ziet, en dat geldt ook voor romans en voor het bevindt zich in een ander bereik. Dus dat is punt 1. En dan vervolgens, nu heb ik het weer even over de roman. Doet een roman je ook goed, het lost je eenzaamheid op, bijvoorbeeld. Het vertelt je en dat een verhaal, want de romans gaan eigenlijk gewoon over de mensen van alle dag, dat jouw levensverhaal de moeite van in een roman te komen waard is. Dus je bent wanneer je... Dat je het zelf had kunnen zijn. Bijvoorbeeld, je bent minder eenzaam. Of je kan getroost worden. Het hangt natuurlijk van een soort van roman af. Of inderdaad, je intellect wordt gestreeld. Laten we zeggen, in de toverberg van Thomas Mann. Dan lees je die Nafta Settembrini-dialoog. Nou, reken maar dat Thomas Mann daar flink op heeft zitten studeren. Maar ja, dat is in een paar pagina's opgeschreven. En jij als lezer leest dat ook zo. En je snapt het nog ook. Dus jouw intellect wordt gepaaid. En dus die heel veel bijwerken van een goede roman, een mooie roman, een mooi kunstwerk, die zijn inherent aan de roman. Dus nu ben ik nog idealistisch met jullie. Voor dat verhaal heb je dus de schrijver nodig. Nou, en of. Want in, ik meen, het was in Australië of in Nieuw-Zeeland, worden levensverhalen van mensen opgenomen en gearchiveerd.
En intussen... Hoe doen ze dat vertellen? Ze dat orale cultuur? Ze vertellen dat. En intussen, en John Coetzee vertelde dit ooit, dit verhaal. Intussen zijn er geloof ik 17 miljoen van dit soort vertellingen over levens. Ja. En hoe in godsnaam was... Ik word duizelig van al die fantastische verhalen die daar... wellicht ontroerend, maar toch over het algemeen krakkemikkig en slecht verteld zijn. En wie gaat daarin selecteren? En wie gaat het beluisteren? En wie gaat het beluisteren? Ja. Dus dat is een ongelooflijk probleem wat je met zo'n archief aan moet. Dus eigenlijk, het is een bijna Borges-achtig menselijk archief. Ik werd duizelig van die hoeveelheid en de gedachte dat je daar iets in wilt aantreffen waar je, dat je vervolgens wilt gaan styleren en verdiepen tot een roman. Nou. Dit is al het materiaal, al het grove materiaal, een abattoir aan materiaal en geen slager in de buurt. Ja, maar het is wel precies waar de roman vandaan komt. Ook onze roman. Het materiaal van de roman is de vertellende stem. En die is daar dus in het geval van die Maori's. Het zijn allemaal verhalen. Is dat op de een of andere manier, jij hebt iemand dat verzameld? Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja, het is geloof ik een staatsproject. Maar in ons geval is het gewoon voortdurend aanwezig. Mensen praten altijd. Mensen zijn dus blijkbaar altijd bezig met feiten in woorden te veranderen. Daar kan je ook heel veel bij voorstellen wat dat betekent. Ik doe dit dan met mijn handen. Hè. Wij vinden blijkbaar dat de werkelijkheid ons ontsnapt. En dat daarvoor pakken veel. We ze vast dat met zijn... handen. We leggen hem vast in woorden. Dat is de basis überhaupt van de literatuur. Dus die Maori-verhalen. Volgens mij, als je er ook maar eentje. Hoe kom je bij die Maori's? Ja, ik dacht dat... Geen Maori's. Nou goed. Je maakt weer je eigen verhaal, maar goed. Ik luister niet goed. Maar goed. Maar niet van het feit. Pik er maar eentje. En je schrijft er zo'n roman over. Ja. Nee, maar zou je dan bijna zeggen dat als je wel een manier vindt, want als je het bijvoorbeeld over de psychologische roman hebt, je zou kunnen zeggen, stel nou dat we de psychologiewetenschap alles kan vastleggen, heb je dan geen psychologische roman meer nodig? Ja, ik vind het helemaal een beetje een lastig genre. Wat is weet jij wat het is, een psychologische roman? Nee. Ik denk dat we eenvoudig vast kunnen stellen dat de psychologie als dusdanig de materie niet aan kan, maar dat... Maar de psychologie levert zelf ook weer hele wat is het, sociaal-psycholoog, wat is die man, die Stapel? Die dat levert zelf weer een fantastisch verhaal. Ja. Nee, dus ze produceert zelf ook materiaal. Er zou alleen iemand nog even een roman van moeten maken. Ja. Waar ik nog even naartoe wil, want veel van zeg maar de bewezen vitaliteit en van de geweldige schrijvers die genoemd worden vanavond, behalve de hier aanwezige schrijvers, zijn toch de Thomas Mannen en de Siorannen, zeg maar, de meestal mannen die er al een tijd niet meer zijn. En waar ik aan moest denken, Sebastian, jij hebt bij de nominaties van de Librisprijs een groot stuk voor NRC Handelsblad geschreven, waarin je die boeken, waaronder dat van Tommy, op een rij hebt gezet en geduid hebt wat je eruit haalde. Ik vind het zelf dat ik dat soort stukken schrijf altijd aardig om dan ineens in ieder geval de illusie te hebben dat ik een volledig beeld heb. Was je tevreden over wat je als de toppen werd voorgeschoteld? Dacht je van inderdaad, dit is een. Ik zit hier in een vitaal boeiend. Vijf jong genre. Van de... Je bedoelt van de zes nominaties, ja. Of hij dat of je daar een blij en vrolijk gevoel van kreeg. Ja. En een optimistisch gevoel. Een gretig gevoel. Dat is denk ik het beste wat je kunt ervaren als je leest. De laatste lezer. Ja. Ja, maar je maakt je wel vrolijk over de kwaliteit die in vier of vijf van de zes gevallen wel heel hoog was, vond ik. Dus dat, maar ja. Maar was je inderdaad, kwam je er optimistischer uit dan je erin ging? Maar dan, ja. Ja, vaak zijn die lijsten ook vooral bron voor eindeloos gemiesmuis dat het toch weer reuze tegenvalt. Ja, dat was deze keer volgens mij, als ik het een beetje begrepen heb, afwezig.
Ik heb daar geen klachten over gehoord, nee, over de samenstelling van de lijst. Ja. Dit is de eerste. Dat er twee waren die ik... We gaan het er straks verder over hebben, Sebastian. Ja, we gaan straks de portretten projecteren van de twee tegenvallende. Simone, jij bent op zich van de generatie die helemaal al gebombardeerd zou kunnen zijn door pixels en dingen. Ja. En toch begraaf je je in letters en ouderwetse, ja, beelden. Was het moeilijk om de pixels en de snelle dingen te weerstaan? Nee, want er staat wel veel tegenover. Maar ja, te weerstaan... Of is het een valse tegenstelling? Wat is verleidelijker? Het boek wat zich niet direct openbaart, of de pixels die voortdurend in je gezicht gesmeten worden? Ja, dat klinkt weer zo negatief. Maar het is wel... neerdalen als het manna... Sorry? De pixels die op je neerdalen. Die inderdaad dwarrelen, ja, ja, als sneeuwvlokken neer. Ja. Nee, maar ik denk dat wat er verleidelijk aan is aan het lezen, is dat je zelf op zoek moet gaan. En dat op het moment dat je... Ik heb zelf geen televisie, dat is heel bond om dat te vermelden. Maar ik merk echt dat een heel fijn effect heeft. Omdat je op het moment dat je iets aanzet en er komt iets op je af, dan heb je toch een soort gevoel alsof je daaraan onderworpen wordt. En dat is ook voortdurend om je heen. Als je dus even wat eten gaat halen bijvoorbeeld, en dan kom je daar en dan is er een scherm en dat komt op je af. En daar is zelf geen selectie in. En dus... Het maken van lijstjes ook, daar kun je heel negatief over zijn, maar ik denk dat er een bepaald soort selectiedrang ook weer in zit. In het feit, überhaupt, dus als je literatuur leest, dan is er misschien al een bepaald soort neiging om die lijstjes te willen maken. Er moeten veel lijstjes gemaakt worden. Er moeten veel lijstjes, nou dat, nee, maar ik... Het is dan natuurlijk, je maakt in zekere zin een lijstje omdat je je actief opstelt en naar buiten toe gaat en het boek wil openen. Dus ik bedoel daar maar mee te zeggen dat het verleidelijker is als iets zich niet direct openbaart in plaats van dat het voortdurend naar je toe komt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet lastig is om inderdaad te gaan zitten met een roman. Maar dat geldt volgens mij altijd al. Nou, dat vind ik ook hoor. En ik ben niet zo... Ik heb wel een televisie en ook een computer, maar... ik lees toch meer dan dat ik kijk, geloof ik. Maar zelfs ik heb daar moeite mee. Het is een opdracht. En ik ben niet een makkelijke lezer. Ik lees heel traag. Over Babel gesproken. Ik heb het over dat boek Rode Ruiterij van 3-4 jaar gedaan. Mm-hmm. Omdat er vallen dingen uit deze vrouw. Ja. 3-4 jaar gedaan. Omdat... Ik heb dat laatst ook verteld bij die Babelavond in Ai hier. Dat was pas geleden naar aanleiding van het verzameld werk van Isaac Babel, net opnieuw vertaald door Vrouwtje Slofstra in de Russische bibliotheek. Koop dat boek. Heb ik gedaan. Maak iedereen zijn eigen Babel. Dat is mooi, hè? Maar ik vraag me dus maar ik wil daar dus over zeggen dat ik daar zo lang over heb gedaan. Omdat het van een zo'n grote intensiteit was dat ik het niet verdroeg. Dat ongelofelijke licht, dat is dus ook een probleem. Wat uit boeken, heel goede boeken lees ik net zo langzaam als heel slechte. Dus ik lees nooit vlug. Ik kan niet vlug consumeren. Dus ik ben een moeizame lezer. Mm-hmm. Maar dat is een heel goed teken, want wanneer het... tegenhouden van iets, dat is, betekent dat je er nog even bij wil blijven. Ja. Dus ik ben geen langzame lezer, maar als een boek heel mooi is, ben ik wel een langzame lezer. Ja. Of een herlezer misschien. Ook, ja. Goed. We hebben tot nu toe in 3 avonden hier het exploreren van de intimiteit gehad als de taak van de roman, het in verwarring brengen van de lezer, het scheppen van betere mensen en het traag leven en lezen. Maar misschien dat u nog andere ideeën of vragen heeft, en daar wou ik nu de ruimte voor geven. Alleen het enige wat ik niet zie is de handmicrofoon die het mogelijk zou moeten maken om ook een van u het woord te geven zonder dat ik dit vreemde ding van mijn eigen haar hoef af te pulken. Is er iemand die nog een aanvulling heeft? Misschien geprovoceerd door de vraag, is het erg als de roman in zijn huidige vorm verdwijnt? Is dat misschien een vraag die wat...
Want dat vraag ik me soms oprecht af. Is het erg of ben ik alleen maar zo gehecht dat ik hem niet kwijt wil? Ligt het of is het gewoon je broodwinning? Nou nee, dat los van. Ik kan ook nog andere dingen. Ja, nou, we hebben het over de toekomst van de roman. Maar zou de avond dan niet moeten zijn de roman van de toekomst? Zeg maar wat, of de schrijvers en auteurs zich aanpassen aan wat het publiek wil? Of is de roman een soort van vastgegeven? Dat nee, natuurlijk is de roman geen vastgegeven. Ja, absoluut niet. Je ziet dat hij zich voortdurend verandert. En dat zijn hele complexiteit daar is best wel iets. Ik geloof dat George Steiner, die heeft daar veel over geschreven, dat die complexiteit, die is zo aan het terugnemen dat Stefan Hertmans was het, die heeft een toespraak gehouden voor het Nexus Instituut. En die had daar een interessant, ik heb Man zelf niet gelezen, maar hij zei, Man zou nu onleesbaar zijn. Hij zou door een redacteur worden terugverwezen naar zijn schrijftafel en gezegd worden, schrijf eenvoudiger zinnen, ja. Want dit is slecht schrijven. Dus je ziet al dat die roman zich voortdurend aanpast. En een zin als Couperus bijvoorbeeld, ik krijg er mijn pen niet uit. Als Couperus schrijft. Het is ook de reden waarom zeer beroemde klassieke schrijvers, iemand als Flaubert, overnieuw vertaald wordt na verloop van tijd. Omdat dus de oude vertaling, die spoort niet meer met eigenlijk het origineel. Want het origineel, ze maken de roman niet anders. Het blijft de tekst van hem. Het Frans is nog prima te lezen. Ja. Nou, dat is ook waar. Dat verandert minder, is minder modieus dan het Nederlands. Dat weet ik inderdaad ook toevallig. Maar de vertaling moet aangepast worden. Dat is heel typerend. Nescio zullen we nooit hoeven aanpassen. Couperus wel. Welk soort Nederlands je schrijft. Ja. Ik denk dat barok en romantiek verdwijnen allebei sowieso meteen. Die zijn het minst houdbaar. Maar hoe zie je je eigen toekomst in dit perspectief? Ja, ik ben niet gerust op. maar hoe dan ook, voor nu gaat het prima. In de recensie van de Volkskrant over het winnen van de Literatuurprijs werd mij aangekondigd dat ik vanavond nogal wat zou horen over de tocht naar Odessa en Babel. Ik heb de naam nu wel een paar keer horen vallen, maar ik zou toch graag even ook het verband willen hebben van jou over Babel, de schrijver die jou boeit, en de toekomst van de roman. Hoe zie je dat? Dat is een interessante vraag op een aantal niveaus. Dat is best heel goed. Er is over Babel wel iets te zeggen. En dat is ook waar het terrein waar Kundera zich over gebogen heeft. Dat is namelijk daar waar de roman inderdaad al marginaal geworden is en uit de tijd gevallen is door het systeem waarin hij wordt gehanteerd. In een repressief systeem moet de roman zich aanpassen. Dat zei ik ook in het stuk, dat de roman juist vanwege die lage instapeisen zo geschikt is voor het ondergrondse. En Babel die heeft zeer lang gezwegen toen Stalin in zijn volle machtsontplooiing kwam. En hij kwam uiteindelijk niet meer aan schrijven toe. Hij zat wel in dat schrijversdorp, Pere del Quino heet dat geloof ik, waar mensen allerlei romans in dienst van het regime produceerden en theaterstukken en poëzie. Maar Babel heeft eigenlijk niks meer geschreven. Die heeft vooral zijn schrijven gewijd aan bijdragen aan films. Dit is een vrije associatie bij uw vraag. De toekomst van de roman die bestaat dus alleen in het ondergrondse of in een volstrekt eclectische omgeving als deze. Maar in een repressief systeem floreert die niet, is het een dood ding. En daar heeft Kundera over geschreven in zijn boek over de roman. Punt.
alsjeblieft. Ik heb niet zozeer een vraag, als wel misschien een bijdrage aan de discussie. Misschien moet de vraag niet zijn, wat is de toekomst van de roman als in blijft die bestaan? Maar wat zal de functie zijn van de roman in de samenleving? Het is gezegd, van de roman begon bij Don Quixote, dat wordt altijd gezegd. Daarvoor was er ook al veel proza, maar dan in de late oudheid bijvoorbeeld kwam dat echt op, maar was het ontzettend banaal. Poëzie bleef echt, dat was van intelligente mensen en proza was voor het volk. Zo is ook de opera begonnen, dat was voor het volk. Dus misschien moeten we daar meer over nadenken, van misschien krijgt de roman wel een heel andere rol. Natuurlijk gaat hij niet weg, maar wordt het weer iets banaals misschien? Gaan we allemaal Daphne Dekker lezen? Of wordt het juist weer iets voor een hele kleine groep? Dus buiten de vraag van, gaat de roman dood? Nee, waarschijnlijk niet, maar hoe we erover nadenken zal heel anders worden, is mijn opinie. Margriet, dit is echt iets voor jou. Ja, dat klopt. Ik zat al te denken van, we hebben die situatie in feite al natuurlijk. Hè. We moeten niet zo pessimistisch zijn. De productie van boeken en de roulatie van boeken is enorm. Die te vergelijken met bepaalde eeuwen voor ons. Dus we zitten al in de situatie van lekkere dikke boeken. Gewoon in een vliegtuig als je over de Atlantische Oceaan. Dan heb je tenminste zo'n Grisham bij je. En we hebben dus die literatuur die zich op een ander vlak bevindt. En het zou inderdaad wel kunnen zijn, mij lijkt dat heel goed mogelijk, dat de roman heeft geen massapubliek nodig, zei ik net. En dat massapubliek zich ook afwendt van de roman, zou best kunnen. Maar opnieuw moet ik toch weer even bij de opmerking van Sebastiaan komen, die net zei, ja, wat is een roman? Hè? Een roman is natuurlijk eigenlijk een heel divers genre. Maar het zou best kunnen dat de literatuur weer terechtkomt bij een elite, wat vaak genoeg ook zo is geweest. En dus die meeste werken zijn geschreven en zijn die productie zal altijd voortgaan. Ja, zo idealistisch ben ik wel. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de scheiding tussen hoog en laag minder duidelijk of streng is dan voorheen. Maar ik geloof ook alweer dat er een bepaalde intimiteitsdrang is. Er werd net intimiteit genoemd als kwaliteit van de roman. En ik denk dat die intimiteitsdrang juist misschien wel weer versterkt in een leven wat vrij publiek is. Dus ik zie daar wel juist een rol weggelegd voor de roman. En of dat dan een selecte groep zal zijn, ik weet niet of dat zo is. Maar ik geloof wel dat er ergens een als je kijkt naar initiatieven als de leesclub van Das Magazine bijvoorbeeld, waarbij allerlei lezers samenkomen. Ik denk als je daar niet op in durft te haken, namelijk niet het alleen maar laat als een soort van exclusief iets. Hè, dus dat je het leest in je slaapkamer en daar blijft het ook. Maar dat er ook wel degelijk een verbindende wens is en te praten over lezen. Waar volgens mij ook een hele belangrijke rol is weggelegd voor het fysieke boek. Dus ik heb een documentaire. Maar hecht jij daar ook waarde aan dat lezers samenkomen om? Ja, ja. Maar ook in, niet alleen in leesclubs of zo, maar ook in stadions. In stadions, ja. 60.000 man. Dat is dan weer jouw wens trouwens. Ja. 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 En wat vind jij? Nou, ik voel mezelf niet zo enorm aangetrokken tot dat soort bijeenkomsten, denk ik. Maar ik vind dat juist het grote voorrecht van de romankunst, dat je dat alleen kunt doen. Ja. En dat je daar gedachten over kunt formuleren. En dat je gewoon daar het boek hebt liggen en daar een stuk papier of in het boek zelf. Ja. En terugschrijft. Dat is zeg maar wat de grootste sensatie is. En als je dan iemand kent die dat boek ook heeft gelezen, om dan achteraf daar misschien nog eens een keer iets over te zeggen. Maar om dat heel snel op te pakken en om het zeg maar te populariseren. Ja, maar dat is iets. Want heb je niet. Ja, maar dat hangt volgens mij een beetje samen met dat stichtelijke karakter van een roman. Is dat wij, of veel mensen die zeg maar, met literatuur bezig zijn, toch wel denken dat de literatuur wijd verspreid moet worden onder het volk. En dat het heel belangrijk is. En dat het dus ook eigenlijk gewoon daarom bijvoorbeeld in schoolsystemen wordt gedoseerd en noem maar op. En dat vind ik altijd al een beetje moeilijk voor mezelf als lezer, omdat ik me daar helemaal niet verwant mee voel.
Maar dat verbindingsaspect gaat niet per se samen met een popularisering. En je kunt ook plekken maken waar mensen naartoe kunnen komen. Ik bedoel, een boekwinkel. Als je daar rondloopt en je hoort iemand anders naast je die zegt van nee, dat moet je echt lezen. Dat is toch ook een meerwaarde. Of dat je in de trein zit en je ziet wat iemand anders leest. En ik denk dat er voor de roman in die zin dus wel een extra aspect is weggelegd. Dat het ook een fysiek object blijft. En dat is misschien een beetje ouderwets. Nou, nee, maar we moeten de invloed van de leesclubs op de literatuur vermoedelijk niet onderschatten. Nee, er zijn er vele duizenden en die komen allemaal samen en ze zijn allemaal enthousiast en ze schrijven erover en ze praten erover en ze denken erover en ze kopen allemaal heel veel boeken met korting. Ja. Nee, maar dus nee, hebben een soort geïnstitutionaliseerde leesmassa in Nederland met een enorme leeshonger die schrijvers daarin beïnvloeden ze dus alleen al de literatuur die schrijvers in staat stellen om hun schrijvende leven voor te zetten met biefstuk en chocola. Nou, wat ik me nog wel af de boek de roman zal ongetwijfeld inderdaad blijven bestaan en misschien wel weer terugkeren naar een hoekje van de elite, maar is dat niet eigenlijk heel jammer? Naar een hoekje van wat? Naar een elitair hoekje. Oh. Is dat niet eigenlijk heel jammer? Wat mij opvalt in ons gesprek, dat is dat één instantie volledig buiten het gesprek blijft. En dat is het literaire discours. Dat is het gesprek van, zeg maar, de mensen die bij de literatuur betrokken zijn onder elkaar. Dus ik heb het nu gewoon over de literatuurkritiek. Oh ja. En dat is een zeer belangrijke. Ja, maar ik bedoel nu vooral, ik bedoel het absoluut niet in de zin van dat boek is goed en dat is slecht. Nee, het debat, het literaire debat. Iedere kunst, en zeker de literatuur heeft het nodig, dat het een instantie is waarover gepraat wordt, waarover gedebatteerd, waarover de meningen verschillen, waarover. En dat is wel een taak die is weggelegd voor de literatuurkritiek. En zou het misschien zo zijn dat die vandaag de dag een beetje wordt geschoren en geknipt? Er zitten hier twee kritici aan tafel. Alle stukjes Sebastiaan, voel je geschoren, geknipt en afgeknepen? Nee, daar ben ik me niet van bewust. Ik bedoel daarmee gewoon de plek in de krant. Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja. En dan ben ik dus zeer verbaasd, want wat krijg je niet? Een pak krant in het weekend, bijlagen dit, lifestyle dingen, vrije tijd dingen. En de literatuur wordt steeds meer ingeperkt. Dat geldt voor alle kunstkritiek. Ja, maar we hebben het nu over de kunst van de toekomst van een roman. Ja, maar die hangt niet af van het discours en die hangt ook niet af van de hoeveelheid ruimte die ze krijgt in de krant. Ik denk absoluut dat het te doen dat er, want die leesclubs, heel mooi en erg belangrijk, maar op een bepaald moment, je zegt zelf ook, je hebt verschillende gebieden van boeken, van romans, op een bepaald moment, als je de literatuur beschouwt als een kunst, dan heb je ook het debat nodig met degene die zich op dat niveau bevinden. Ja, maar dan is er een andere groep die jij buiten beschouwing laat. En dat is de adverteerder. Oh, vertel eens. Wat moet ik daarbij denken? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die adverteert niet in die bijlage of maar heel gering. Maar die denkt zo commercieel. Nee, ik denk helemaal niet commercieel. Ik kijk alleen naar de wereld en zie dat er dus ruimte tekort schiet voor dat wat jij wilt. Namelijk een recensent die zich op hetzelfde niveau beweegt als de schrijver. Ja, dat zou ik nou echt prachtig vinden. Ja. Maar fluctueert. Maar daar is dus niet zoveel ruimte voor. En een hoofdredacteur. Waar een wil is een weg. Waar een ideaal is een weg. Waar een wil is internet. Ik denk dat we. Daar is in ieder geval voldoende ruimte voor iedereen. Ik heb nog tijd voor één iemand. Dus dan moeten jullie het even uitvechten. Het is niet zozeer een vraag aan jullie misschien, maar waarom zitten er nooit literatuurwetenschappers in het panel? Want dat zijn de mensen die iets kunnen zeggen over de toekomst van de roman. Nee, ook niet. Nee. Is er een literatuurwetenschapper in de zaal? Ja, precies. Ja. Jullie. Ja, jullie zijn. Jij bent toch ook literatuurwetenschapper? Ik heb die studie niet afgerond. Hij heeft de studie niet afgerond, maar. Dat was ook de enige reden dat hij aan tafel mocht. Een dissident.
Nee, ik heb wel een bachelor literatuurwetenschap, maar daar leer je niks over de toekomst van een roman. Ik weet niet of jouw ervaring daarin anders is. Nee, ik snap ook. Ja. Maar waarom zou je dat willen? Ja. Dat... Nou ja, omdat het is toch er niet zo. Ja. Inderdaad ook interessantere dingen hoor, dat ben ik onmiddellijk met je eens. Misschien kunnen we nog een vierde avond aan de reeks toevoegen. Een literatuurwetenschappelijk debat. De toekomst van de literatuurwetenschap. Nee, maar ik denk wel dat er graag iemand van het... Ik denk wel dat er graag een literatuurwetenschapper zou zijn, zeker van het VU, waarbij literatuurwetenschap wordt afgeschaft. Het wordt een anders... Literatuur en samenleving gaat de studie heten. Ik denk dat daar ook heel veel interessant over te zeggen is. Waarom gaat literatuurwetenschap weg? Dat moet toch iets zeggen. Maar wat dat is... We hebben drie programma's gehad. Het vierde staat in de grondverf. Ik wil u allemaal... Heel erg hartelijk dank voor uw aandacht en ik wil Margriet de Moor, Sebastiaan Kort en Simone van Saarloos heel erg bedanken voor hun bijdrage aan het panel. Dat geldt ook voor Tommy Wieringa, die ik bovendien nog extra wil danken voor zijn mooie lezing over de toekomst van hemzelf en de rest van de literatuur. Dank jullie wel.